Academy queue. When approached the gate, we were asked to please have your passports open at the picture page and your boarding cards ready for inspection. As it is DAA policy, no. Team Event Management is net aangekomen in Dublin en wij komen hier op de luchthaven en het eerste wat wij zien, dat is de marketing van de Alex. En de Alex, dat is het hotel waar onze marketing bootcamp van start gaat gaan. Dus het is leuk om te zien dat ook het hotel waar wij gaan verblijven met de deelnemers, dat die ook aan marketing doen. Dat is de eerste taal die in Dublin werd gesproken. En dan werd dat door King Henry de VIII verbannen. Na lange complicaties, dus nu spreekt hier iedereen Engels. Maar de oude inwoners van Dublin, de meeste van hen kunnen ook nog Gaelic spreken. Ja, we zijn net gearriveerd bij de Alex. En wij gaan nu naar binnen gaan. Wat gaan wij doen? Wij gaan de zaal bekijken, dus een eerste zicht. Oké, hoe gaan we dat hier inrichten? Hoe gaat de setup zijn? We hebben dat uiteraard voorbereid, maar dat kunnen we echt on the spot overleggen. En we hebben ook een meeting met de F&B-manager, Thomas, en ook met Eli. Dat is onze event-conference-manager, die dat alles in de goede banen gaat leiden en die dat eigenlijk alle voorbereidend werk heeft gedaan voor ons. Dus we kijken er enorm naar uit. Het is altijd leuk om de mensen, de gezichten eens te zien achter al dat mail en telefoon. Dus kom zeker even smeren van het vrienden. Trouwens, een van de oudste hotels van Dublin. Vroeger was dat de Alexander of de Alexandria, maar nu is dat dus de Alex gedoopt en dat is een volledig vernieuwd. Kijk, helemaal modern. Nu al rustig, maar dat gaat donderdag veranderen, dat weet ik. Het is woensdag 6:30 en ik ben al wakker, want we gaan naar Dublin, naar de marketing bootcamp. Een aantal collega's van ons zijn al ter plaatse, maar Dries en ik vertrekken vandaag. We hebben afgesproken op kantoor en van daaruit gaan we met de taxi naar Zaventem. Voilà, we zijn aangekomen in Dublin. Klaar voor de zesdaagse marketing bootcamp van Karel van der Velde en we hebben er allebei gigantisch veel zin in. Zoals jullie achter mij zien is City Soundstrat en dat is onze technische firma volop bezig om aan te komen en dan gaan wij helemaal starten met alles uit te laden. Wij hebben er al van super veel zin in en de camion is al goed aangekomen, dat is al goed nieuws. Dat is een bouw. Doen er 10 minuten over. Onze eventmanager Eli doet er 7 minuten over, maar we weten al dat zij enorm snel stapt. Dus dit is ons tempo en Eli stapt zo. Thank you.
12 september 2019 en wij kijken er enorm naar uit, want om 9 uur worden de eerste deelnemers ontvangen van de Marketing Bootcamp. En om 9:30 gaan we dan stipt van start gaan met deze editie. Het is dag 1 en we gaan in volle focus voor de komende 6 dagen. Het wordt top. Andy Komans, de spreker, heeft er enorm veel zin in. Karel heeft er enorm veel zin in. En ook de crew heeft er enorm veel zin in. Dus het wordt een top editie. De beste die we ooit hebben gedaan. En we gaan er over een paar minuten aan beginnen. Tsunami van prospects aan te trekken. Constante stroom van prospects, dat is de bedoeling. We hebben nu even een break, dus dat geeft ons de gelegenheid om hier binnen alles in orde te brengen. Wat gaan we zoal doen? We leggen bij elke deelnemer een bundeltje met de vertoonde slides. Dus zo kunnen zij heel gemakkelijk meevolgen of nadien eens bekijken hoe de dag juist verlopen is. Zo hebben we ook een restaurant sheet, dus daar kunnen zij alle leuke restaurants in de buurt op vinden. En natuurlijk ook de pubs. Tegedan,
pam 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 pam. Ha ha ha!